RTL Nieuws. Microsoft lanceert om middernacht de verkoop van zijn nieuwe besturingssysteem in ons land, Windows Vista. Hysterische taferelen bij warenhuis Hennis en Maurits vandaag. Het is lang geleden dat een komische film zoveel stof deed opwaaien. Sinds vanmorgen hangen daar kledingstukken van de beroemde Nederlandse ontwerpers Victor en Rolf. In zijn nieuwe film speelt hij Borat, een Kazachstaanse televisieverslaggever. Het is de derde keer dat bekende designers een lijn voor H&M ontwerpen en opnieuw loopt het storm. Ik vind, reclame is reclame is reclame. En het moet als zodanig zichtbaar zijn, beleefbaar zijn. Opvallendste verandering is dat het er mooier uitziet. Jassen, bloesjes, schoenen, ondergoed, alles vindt gretig aftrek. De Europese introductie van de Wii, de nieuwe spelcomputer van Nintendo. Vandaag komt de nieuwe Xbox 360 uit. Maar deze jongeren mochten er alvast een paar uur op spelen. Ja, de sluikreclame. Het zoekt de grenzen op. Microsoft maakt er een leuke PR-campagne van. Borat weet niet van ophouden. Advertisements on television and in media. De reclamecampagne voor de Wii is de duurste uit het bestaan van Nintendo. Vraag het willekeurige mensen op straat en iedereen kan wel een voorbeeld bedenken van irritante verkooptrucjes. Het ziet er allemaal een beetje mooier uit en volgens Microsoft is het ook veel veiliger dan de oude versie van Windows XP. Er zitten toch wel een aantal dingen in die we nog niet eerder hebben gezien in dergelijke telefoons. De collectie van Stella is in 15 filialen in ons land verkrijgbaar. Denk bijvoorbeeld aan touchscreen bediening. Maar je moet er wel snel bij zijn. Als u dadelijk klaar bent met deze uitzending en de reclame komt. Ik vind de controller zelf beter in de hand liggen dan die andere. Denken mensen dan dat ze u niet serieus kunnen nemen omdat u door de reclame gesponsord wordt? Borat zit daar niet mee, want alle ophef zorgt natuurlijk voor veel gratis reclame voor zijn film. Dat was het RTL Nieuws van 7:30. Onze volgende uitzending is om 11:30. Goedenavond. Goedenavond.